Hallo jongens, mijn naam is Zultooster en vandaag doe ik een Tickets Let's Play samen met een vriend van mij, Smexies. Yo Smexies. Yo. Ik ben nog niet zo goed in Ticket, hij wel, hij is hier de pro vandaag. Vandaag voor meerdere Let's Plays eigenlijk, zo lang mogelijk. Mensen dat Ticket niet kennen, dat is eigenlijk een soort mod waarbij dat je eigenlijk fabrieken en andere shizzle kan maken in Minecraft. Is het wel. Als je de gewone survival beu bent, is dit eigenlijk wel heel leuk. Ja. Maar zoals alle survival moet je natuurlijk beginnen met gewoon hout te pakken en te vinden. En er zijn echt veel items. En die boom daar zo, met zo twee extra dingen op de top, dat zijn rubberbomen. Dat is nice. Ik ga even mijn muziek afzetten. En je hoort zoals vogels nu, dat zijn allemaal extra sounds in Minecraft. Ja, normaal kun je die zo, als je daarop klikt, dan krijg je gewoon zo je standaard geluid van Minecraft en je geluiden van Ticket niet meer. Ja, maar die Ticket geluiden kunnen die ook wat zachter zetten, want misschien is dat wel. Ja, je kunt die ook eigenlijk wegdoen, denk ik. Ja, dan moet je die files gaan deleten. Nee, ga gewoon eens wat zeggen. Ga naar Sound and Music en je klikt gewoon en je verschuift dat zo en je klikt daar zo'n beetje op. Net als zoiets was. Nou, ik weet het niet. Ja, ik hoor dat nu niet meer, maar. Ah, jawel. Wacht. Fuck, dat heb ik niet. Fuck, ik zak niet Ticket Kit. Allee, we zullen mijn mouwen houden. Ik dacht niet te ver weggaan van mij. Want ik zie u niet op, ik zie u niet op de minimap. Ja. Dus. Nee. Er is wel een NPC village. Ginder. Ah ja, dat heb ik wel gezien. Maar we kunnen die weed gaan pakken, hè? Ja, kunnen we sowieso. Ja, nog. We zullen eerst beginnen met klein huisje of zo. Ja, gaan we in een bos bouwen? Ja, als we op een plaats hier gewoon alle bomen wegdoen, dan kunnen we wel een leuke plaats hebben. Oké, maar we beginnen gewoon met een soort van hut. En dan gaan we verder naar fabriek. Ja. Maar we maken wel groot genoeg, hè, want al onze pijpen van onze fabrieken moeten er allemaal in. Ja. Dus. Ja. Okay. Maar hoe ik vind het wel een nice mod, dus. Ja, maar dat doet wel. Dat is eigenlijk een. Ja, ik denk dat er 5 grote mods samen zijn. En 30 of zo. Zo nice. Die dudes hebben eigenlijk gewoon Minecraft helemaal veranderd of gemaakt. Ja. Zou die bij Minecraft zelf moeten toelaten. Ja, maar. Kijk, deze is een rubberen boom, deze. Nee, wat doe je? Nee, je moet eerst die resins pakken. Kijk, ja, maar dat maakt niet uit. Dat is altijd verschillend. Die droppen ook gewoon zo, zou je zeggen. Ja, maar als je die resins pakt met zo'n tree tap, dan krijg je daar veel meer van. Nu krijg je maar 1. Echt? Ja. Dat is toch niet waar? Jawel. Kijk. Zie. Nee, dat. Zie je, ik ga nog eens zoeken. Zoom eens stellen. Zie, kijk, daar is er nog één. Waarom val ik altijd? Oh, nice. Ik heb er 1. Daar. Sterf schaap. Sterf! Zou er nog ergens een. Wat? Zijn? Dat schaap dropt geen wol. Ja, maar dat kan zo zijn. Als je die doodslaagt, kun je soms. Jawel, die heeft wel gedropt. Oké, wel dan. Maar ik zeg dat niet. Oké, waar is. Ah, daar. Zie je? Waar zeg jij? Bij een boom. Nee, maar we zitten vooral in een bos. Ja, oké. Waar zeg jij? Ah, ik zie je. Niet zo ver weg gaan, we moeten een open plek maken. Kijk, ik ga het u leren. Kijk. Hier is een dingenboom, een rubberboom. En zie je. Waar is dat? Nice, 2 rubberbomen. Kijk, zie je? Je maakt crafting bench en dan. Ja, weet je hoe je tree tap moet maken? Tree wat? Tree tap. Nee. Weet je, je pakt 1 links van onder, dan naar boven. Ik weet niet wat voor vorm dat is. Gewoon een vorm van zo'n tweet. Zo deze. Hier. Ja, pak deze. Nice. Ja. En dan moet je op dat geel duwen. Maar echter maar op, dat, op die resins. En nog, blijf doen. Achievement kits. Blijf doen. Nog. Je kunt ook inhouden normaal. Toch komen er geen niet meer. Okay. Oh, mijn tweet heb je weg. Ah, oh, dude. Serieus? Ja, maar dat gaat op, hè. Ja, tuurlijk gaat dat. Kijk, deze met too many items kunnen we zo. Tree. Het is tree heet in too many items eigenlijk. En dan kunnen we dat zo zoeken. Maar hoe komt jij?
En zo, zo heb je dat gevonden. Oké. Hoeveel resins heb je? Oh, schaap. Ja, want we moeten bedden hebben. Hè. Ik ga daar hier ook schaap killen. Volgens mij heb ik dat nog eens schaap ergens gezien. Allee, kom. Terug naar de tree. Je moet ook zo soms die bladeren zo bij rubber trees wegdoen. Oh, die had geen wol getroffen. Dus ah, nice. Een ander schaap is verdwenen in de boom. In de boom. Ah, hier is hij. Oh, kom maar bij mij buiten. Nee. Sorry, bro. Bye. Yay, ik heb één wol. Oh, nog een schaap. Hey, dat is wel anders als een brommer, hè. En ja, die van mij is... Of zoiets. Oh, ik zie nog een schaapje in hier. Oh, duizenden schapen hier. Oké, nu ga ik die bom omdoen. Nice, ik heb sapling van rubberwood. Nice. Ja, je hebt dus rubberwood nodig. Hoeveel wol heb jij al? Twee. Twee, oké, dan nog eentje. Dan kunnen we allebei een bed maken. Chill. Oh, chill. Oeh, nog sapling. Ja. Oké, we moeten een huisje bouwen. Oh, die dropt geen. Die verstoppen allemaal in de bladeren. Kom maar, geef me. Die gaan lopen van nu. Allemaal als die in de bladeren zitten, dan droppen die geen wol. Wel in de bladeren. Oké, Er is nog eentje. Oké, ik kan die crafting table. En dat maakt ook echt niks uit, hè, want je zegt ze van, loop niet te ver weg, hè. Maar je kunt nog altijd je coördinaten geven. Oh my. Zie je schapen? Ik zeg heel veel schapen. Ja, ik ook. Daar ben ik nu ongeveer in de buurt. Maar ik ga mijn dingen opzetten, mijn dead points. Ah ja, die van mij staan erop. Die staan. Dat is van vorige keer. Maar ik heb al vier wol, dus we hebben genoeg. Ja. Ah, sterfschaap. Ik zal deze nog dood doen. Oké, ik heb genoeg wol. Ik heb vijf wol, dus. En ik zie nog een rubberen boom. Ja, laat maar staan voor later. Ah, oké. Okay. Okay, waar bent jij eens? Dus ik ga op de berg nu. Oh, fail jump van mij. Doe het weer zeggen. Ah, ik zie u. Ik ben wel ver van u, amai. Oh, waar is dat? Wacht, dat is ook een brommer. Dus mij zag ik u. Ja, hier hè. Waar? Andere kant. Ik ben nu bijna onder u. Blijf gewoon staan. Doe het weer. Wat? Ja, ik ben nu onder u. Ah, daar. Doe het weer helemaal aan de verkeerde kant ontzien. Probably. Hey, ik heb mijn raam te doen voor die auto's. Dat sukt. Zie, ik moet mijn raam te doen en jij moet dan niet. Wat is dat? Voilà, nu hebben we daar al minder last van. Ik zie nog maar veel rubber trees hier eigenlijk. Wat chill cave. Nice. Oh, ik hoop dat COVID. We moeten wel wat eten hebben. Oh, ik heb koper gevonden. Ja, er zijn meerdere ores met tickets. Ja, juist. Ja, maar komt u wel allemaal tegen? Oké, waar zeg jij nu? We moeten bij elkaar blijven. Maar dat we daar net elkaar hadden gevonden. Okay. Moet ik die rubberwood al omzetten in gewone... Nee, rubberwood nooit omzetten. Ah nee, dat is waar. Alles omzetten met rubberwood. Oké, ik zag... Ja, ik ben achter u. Oké. Goed plaatsje zoeken, maar daar is dat redelijk plat, denk ik. Oh, nice. Nice, kom. Oh, Oli. Nice. Ah. Dat hebben we echt nodig. Black Gold, al direct de eerste episode. Oh. Doe. Fuck, ik... Nee, ik ben het... Nu? Dude. Nee, het is koers bij ons. Nice, hier is cool. Je weet dat je aan het verdrinken bent in olie. Dat is niet waar, want dat was een cave, hè. Dat was een cave en dat was kool in, hè. Ja, direct naar beneden en kunnen direct zo opzij gaan. Moet je daar ademen? Ja. Kom, we gaan hier bomen omdoen en dan maken we hier bij de oliebron ons huis. Dus je ook geen goed idee. Niet ademen. Jawel. Nee. Jawel, gewoon. Nee, dat gaat gewoon weg. Hier, fuck, het begint donker te worden. Shit, we hebben nog niks gedaan. Maar snel. We gaan hier ons huis maken, want dan hebben we... Zijn we bij onze oliebron dingen? En hebben we dingen. Ik kan niet opkomen, een huis. We beginnen gewoon snel om in die berg te graven. Maar ik ga snel nog bomen omdoen. Ik begin al in het berg te graven. Ah shit. Dat is nice dat we een oliebron hebben. Dan moeten we niet te veel aan kool uitgeven voor energie, zeker.
Ja, oh, nice. Je mocht 3 keer raden wat ik nu vind. Cool. Nice. Ik ga snel toortjes maken. Ik zie precies nog een oliebron op mijn minimap. Kan dat? Ah ja, bij dingen. Bij de desert. Desert, ja. Ja, ja. Nice. Ja, maar in desert heb je dat veel meer. Zo'n oliebron gaat dat eigenlijk op? Dat gaat tot bedrock. Ja, maar gaat dat helemaal... op? Bedoel... Ja, dat is ja. Tuurlijk, of is dat hè? Unlimited. Nee, dan staat op. Ja, wat denk je als ze in de wereld problemen hebben met weinig olie? Ja. Dit is een spel, hè? Ja, dan, hoe kun je nu unlimited olie hebben? Ah. Oké, het is goed, het is goed. Is goed. We hebben wel eten nodig. Ja. Maar we kunnen aan die NPC vinden. Maar we kunnen snel ons bed maken en dan kunnen we gaan slapen in die ochtend. Okay. Maakt jij een deur? Ah, maar we hebben geen deur nodig. We doen even gewoon dirt. Ja, dirt. Mijn working bench staat ook buiten. Nee, nee, staat, ligt op de grond. Ja, maar mijn working bench ligt buiten. Ja, maar mijn working bench ook. Wacht even. Ah nee, dat moest. Zo. Oké. Wat is onze eerste ding dat we gaan doen? Een huis bouwen, hè. Kom, we zetten de bedden hier, hè. Even. Ja, kom, wacht. Ik heb bijna alle kool. Ja, dat is veel kool. Kom slapen. Wacht. Ik mag dit zo kijken naast hem. Ik kan mijn bed niet, sorry man. Allee, jongen. Zo ben ik niet. Allee, kom. Maar nu kun je wel geen lepeltje doen. Ik had het op. Yes, volgende ochtend. We survived. Dat is niet moeilijk, hè. Kijk, pak. Maar soms spouwt er ineens zo'n beest naast je. Spout of spawned? Spawned. Okay, hier is zo'n gigantische cave, hè. Waar? Hier, hè. Oh ja. Get chill. Oh, ik zie skeleton. Skeleton. Wat ga ik aan het doen? Die boom aan het wiegen. Dat we de cave beter zouden zien. Dat we een opere plek hebben. Wat? Hoe kun je... Je kunt toch een cave beter zien als je daar binnen gaat? Ja, ja, maar ik bedoel dat we dat beter zien vanaf ons huis. Dat het hier zo wat open is, dan staat hier nog voorbij. Oké, ik ga de skeleton aanvallen. Sterf! Nee, ik heb nog... Nee. Ik kan doodgaan. Sterf! Ja! Oké. Okay. Nee, die doet geen bonus vet, zeg. Godverdomme. Oh, fuck, ik heb gevloekt. Maar, ah, nee, weer al. Oké. Okay. Oh, die zijn nu al een beetje open. Die cave, die loopt door. Ik zie een varken. Eten, ik heb nog maar 2 dingen. Ik heb 2,5 hartje en geen voedsel meer. Oh. Kom dan maar terug, want je gaat direct sterven, joh. Oh. Ik heb niet dat ik veel... Ah, wel, ik heb veel hout. Dat is nog kool. Maar zie je, we hebben al redelijk veel kool. Zo. Ik heb al 20 kool en er zit nog kool, nog 2 kool binnen. Nice. Ik heb veel hout, heel veel. Okay. Wat ik ga doen dus... We gaan niet hier ons huis bouwen, maar wel dichtbij. Ik vind dat we ons huis moeten bouwen tussen deze olieboom en het olieboom in de... Ik heb het hier net zo mooi open gemaakt. Dat je zo'n C-set. Oh. Ik heb... Maar kijk, je kunt toch moeilijk een huis hier... Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet de video niet te liken en toe te voegen aan favorieten. Dat waardeer ik echt enorm. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan niet te abonneren. Zodat je altijd op de hoogte bent van mijn video's. Klik op het printje ernaast waar Get Toasted staat. Zodat je naar mijn kanaal wordt geleid waar je mijn video's kan bekijken. Klik op de Tarzan Project om mijn serie Tarzan Project te bekijken. En klik op live commentary om mijn laatste nieuwe MW3 live commentary te bekijken. Vergeet zeker niet te subscriben en tot de volgende keer.